Een hele goede morgen. Hey. Hi. Hallo. Ja, maar ik heb vannacht één keer goed gespookt. En toen heb ik weer geslapen. Ja. Ja. Ik heb zijn flesje al gemaakt en ik ga hem nu mee naar beneden nemen en dan zijn luiertje doen en flesje geven. Nou, wat hebben we gedaan, Niels? We hebben een echo laten maken. Ja, we moesten nog even een groeiecho weer laten maken. Alles was gewoon goed. We hebben nog wat onderzoekjes gedaan. Alles was gewoon prima in orde. En binnenkort moet ik weer. Toch? 2 weken. Ja. Dus als het eerder is, dan moet ik bellen. En nu gaan we naar de boodschappenwinkel. Ja, dan gaan we boodschapjes doen. Dadelijk lekker naar bedje toe. Jo, die ligt al op bed. Ja, die ligt lekker te slapen. Al zelf wakker geworden. Ja, eventjes gehuild. Maar dat kan ook de naweeën zijn van het weekend. En drukte van het ziekenhuis weer van vandaag en alles. Ja, en de supermarkt. En het winkelcentrum. Ja, dus dat kan het allemaal, daar kan het allemaal mee te maken hebben. Maar hij slaapt nu gewoon weer. Hij lag lekker op zijn rug in de hoek. En, Ja, dat is net zijn moeder. Hè. Ligt overal en nergens in bed. Toen hij heel klein was, toen kwam hij hem overal tegen. Ja, dat klopt. Toen lag hij door echt door het hele bed heen. Toen kon hij ook echt niet met een dekbedje of met een dekentje of zo slapen. Want hij kroop altijd onder dat dekentje en dan lag hij altijd aan het voeteneind. Ja. Ik heb zijn nieuwe kamer nog even gelakt. Ja, de plinten en de kozijnen. Hmm. En ik heb je net nog even gepoetst. Niels was zo lief om eventjes voor mij te stofzuigen. En ik heb net dan nog gedweld. En nu ga ik eventjes nog een broodje eten. En dan gaan we zo naar bed. Toch? Ja. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen fysio. Ja, morgenochtend komt fysio weer. Maar goed, wij gaan lekker de dag afsluiten. Welterusten allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. Het cadeau is blauw. Jordi is helemaal klaar voor de fysio. Had vanochtend een klein poepincidentje. Iedere keer als ik zijn kontje schoonmaakte, dan kwam er weer wat uit. Nou, dat is de botox die aan het werk is, dus dat is gewoon goed. Dus ik heb hem op een gegeven moment gewoon zijn luier aangedaan en hem lekker laten poepen. En hij is uiteindelijk ook gewoon allemaal goed gekomen. Ik begin een beetje verkouden denk te worden of zo, ik weet niet. Maar
Hij is nu lekker aan het spelen. Ja, ben je lekker aan het spelen? Oh, oké. Okay. Ja. Oh, oké. Okay. En dan? Oh. Ja. Oh. Echt waar? En toen? Oh, oké. Okay. Ja? En dan? Oh, oké. Okay. Deze kleine baas heeft heel hard gewerkt. Straks met de fysio. Toen hebben we een fruitje gedaan. En geknuffeld. En nog wel gespeeld. En nu krijgt hij lekker zijn flesje. En dan gaat hij zo lekker slapen. Ja. Dus Jordi gaat lekker slapen. En mama gaat denk ik ook even een uurtje plat. Nou, er is weer iemand wakker hoor. Ja hoor. En had een in bed had hij zo erg gepoept. Dat hij helemaal doorgelekt was. Dus ik ben zelfs jaloers op die luier. Laat ik het daarop houden. En ik heb hem dus helemaal verschoond. Maar ik moest ook even het bed gauw verschonen. En toen heb ik hem op ons bed even verschoond. Want die moest ook verschoond worden. Dus ik dacht bij mij van, nou ja, dan doe ik het allemaal tegelijk. Dus ik heb hem eventjes helemaal verschoond. Gelukkig was zijn shirtje nog wel schoon. Zijn rompetje niet. En zijn broekje ook niet. Dus die heeft hij even schoon aangekregen. En nu gaan we soepje eten. Ik heb lekkere broccoli soep voor hem. En die heb ik natuurlijk gewoon zelf gemaakt. Maar die heb ik vanuit de vriezer, doe ik die dan ontdooien. Jor, kijk eens. Lekker! Moet je nog even inspecteren? Nee, is het goed? Oké. Okay. Dus hij krijgt nou lekker zijn soepje. Hij was een beetje boos op mij. Omdat ik niet 1, 2, 3 kwam. Maar ik heb zelf een half uurtje denk ik geslapen. Ik lag net even met mijn oogjes dicht. Want ik had allemaal getrappel in mijn buik. Dus ik kwam niet 1, 2, 3 in slaap. Maar ik had wel de wekker gezet hoor. Dus ik werd wakker van hem en van de wekker. Ja, toen had hij even alles helemaal ondergepoept voor zichzelf. Maar, een flinke luier. Dat was niet iets wat vorige week voor hem in de picture was. Daar moest hij toch iets meer moeite voor doen. Dus de botox die is goed aan het werk, gelukkig. Deze kleine vent, die is op sleeptouw. Ja, wat ga je dat doen? Nee. Nee. Jordi, nee. 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 Wat ga je doen? Echt waar? Waar ben je heen? Nou, vertel. Ja. Wat ga je doen? Was je er vandoor gegaan? Ja.
Waar zijn we vandoor gegaan? Oh ja. Oh, oké. Okay. En toen? En toen? Kom maar, schat. Ja! Ja! Kom maar! Ja! Kijk mensen, hij staat helemaal zelf. Goed gedaan! Ja! Yeah. Wat wil je nou? Oh, moet mama jou pakken? Oké, okay, één momentje. Oh, je bent helemaal nat, man. Ja, je bent weer nat. En hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Ben je een beetje te hard aan het kruipen? Ja, goed zo. Nou, ik ga hem even verschonen, want hij is in één keer weer helemaal nat. Dat was 10 minuten geleden nog niet. Nou, die is weer verschoond hoor. Heeft weer schone kleertjes aan. Ik had net 10 minuten ervoor zijn luier nog gedaan. Ik denk ja, oké. Okay, maar wat Jordi heeft de laatste tijd is dat hij plas ophoudt en in één keer heel veel plast. Dus ja, dit komt wel ooit eens vaker voor. Maar ja, hij had een volle plasluier toen ik hem verschoonde. Dus er zit hier in ieder geval qua vocht op peil. Dus dat is een goed teken. Nu is hij lekker aan het spelen. En ik ben met mijn eten bezig. Die is bijna klaar. Moet ik dadelijk nog heel even afmaken. En dan kunnen we eten. Niels komt ook zo thuis. Die is nog even een paar pakken luiers halen. Want die gaan er nu wel heel snel doorheen. In verband met Jordi's operatie. Ik denk dat we er gemiddeld zo'n 15 gebruiken per dag. En dat is niet dat ik hem verschoon, zeg maar, om het verschonen. Maar dat is puur en alleen, dan heeft hij ook echt plas en poep en alles in zijn luier zitten. Dus ja. Dus hij wordt regelmatig hier verschoond. Maar dat is niet erg. Dat heb ik liever als dat hij buikpijn heeft. En dan daarbij, als hij wat gepoept heeft, dan moet je dat ook wel schoon houden. Want je wil niet dat zijn kontje helemaal kapot gaat. Die kans zit er dan wel in. Maar ik hou het tot nu toe nog heel goed bij. Dus ja, ik moet zeggen, het gaat eigenlijk wel heel goed. Dan heb je hem daarin gerold. Ja. Jordi. Doe je gymnastiek, hè? Oh. Papa komt thuis. Kom papa aan. Hey. Papa thuis. En je kan stinkjes doen. Ja, papa heeft luiers gehaald, hè. Hij zit al klaar, papa. Hallo. Zeg maar tegen papa, ik ben een acrobaat, hoor. Hallo.
Oh, dankjewel. Nou kunnen we eten. Kom nou. Ga naar papa toe. Kom nou. Kom nou. Abo. Kom. We staan. Ga staan. Goed staan. Moet je zo. Zo. Kom maar staan. Goed zo. Yay, nou gaan we lekker eten. Deze vent gaat lekker naar bed. Zo, daar liggen we dan in ons bedje. Vers opgemaakt. Ja, ik had hem uitgewassen, zoals ik straks al vertelde. Jordi is al een paar keer aan het spoken vanavond. Ik denk nog merries of zo, ik weet het niet. Heb jij een idee? Geen idee. Geen idee. Het kan van alles zijn. Hij geeft het niet aan wat het is. Nou, het zijn in ieder geval geen darmpijntjes. Mm-hmm. Nee, dat zeker niet. Maar goed, wij gaan deze ups en downs afsluiten. En wij gaan lekker slapen. Ja, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Wat en wel rusten. Dus.